Hey, mijn naam is Blue. Like deze video, abonneer op dit kanaal, anders kom ik naar je huis toe. Joehoe, en belletje aanzetten. Vandaag gaan we namelijk iedereen van Rainbow Friends bellen. En laten we gaan beginnen bij wie gaat er mij als eerste bellen. We gaan het zien. Oh my god, mensen. Yellow belt al gelijk op, mensen. Oh my god. Laten we Yellow meteen gaan opnemen en kijken wat hij te zeggen heeft. Yo, Yellow, hoe gaat-ie met u? Hey, Dilly, met mij gaat het goed. Hoe gaat-ie met jou dan? Oh, je klinkt best wel schat. Ja, maar mij gaat ook eigenlijk wel goed, hoor. Hey, what's up, bro? Ja, maar mij, ja. Fijn, maar ik heb een opdracht voor je. Je hebt een opdracht voor me. Oké, en wat mag de opdracht zijn? Luister, je gaat verstoptje spelen met ons. Het eerste die we moeten vinden is blue, green, orange, red en yellow. En dit moet je namelijk allemaal in volgorde gaan doen. Oké, dus verstoppertje spelen met jullie allemaal en in de volgorde gaan zoeken. Is dat wat ik moet doen? Ja, dat klopt helemaal. Dus heel veel succes. Oké, dankjewel. Laten we gaan beginnen. Maar mensen, voordat we verstoppertje gaan spelen, like even deze video in 3 seconden tijd. Kunnen wij voor de 2000 likes gaan? Het zou amazing zijn, mogen we dat kunnen halen. Abonneer zeker op dit kanaal met de notificatiebelletje aan. En kom bij de daddy familie, zou ik zeggen. En we hebben natuurlijk ook een abonnee van de dag. En de abonnee van de dag is... Hij staat nu in beeld. Wil jij abonnee van de dag worden? Dat kan. Spam dan met z'n allen massaal in de comments Rainbow Friends. En we weten, kies ik jou de volgende keer uit als abonnee van de dag. En hier staan ook nog eens 10 abonnees. Je hebt wat langer geabonneerd op dit account. Wil je namelijk ook tussen die 10 abonnees staan? Dat kan, mensen. Zorg ervoor dat je even abonneert op mijn kanaal. Zet het belletje aan. En wie weet kom je hier volgende keer ertussen te staan. Oké, mensen. We moeten dus gaan zoeken. En om even extra moeilijk te maken, is het overal donker. Dus het hele huis is geen licht te vinden. Dus we moeten zorgen dat we gewoon even kijken of we kunnen zoeken. Maar ik denk de eerste, dat is Blue. Die moeten ergens de kelder gaan zoeken. Dus even kijken of we de kelder in kunnen. Kijk, dat het zo donker is, het is moeilijk, man. Maar ja, we gaan gewoon proberen en kijken of we de kelder in kunnen. Oké, hier is niet de kelder in ieder geval. En die map, jullie zien het ook, die doet ook niks. Die blijft gewoon staan. Dus dat maakt het extra moeilijk. Maar hier is dus een kelder naar beneden. En we gaan kijken wat die beneden is. Oh my god, ik ben heel benieuwd. En oké, wie zou je dus moeten zijn? En hey, Blue. Je bent gevonden. Oh, lekker voor je, Blue. Oké, dus de eerste is al gevonden. En dat is Blue. Oké, de volgende die we gaan zoeken. En dat is Green. Even kijken of we Green kunnen vinden. Zou Green hier zijn? Hallo, hey Green. Oké, jij bent ook gevonden. Dat is nummer 2. Goed, door naar de volgende en kijken of we de volgende ook kunnen vinden. De volgende is Orange. Oké, niet in de keuken. Dus dat is ook wel duidelijk. En misschien is Orange hier ergens of zo. Een van deze twee. Oké, laten we deze kamer gaan exploren. En hier is Orange niet. Oké, en hey Orange, I found you. Uh-oh, we hebben er al 3 gevonden. En dat betekent dat we er 2 moeten zoeken. Dus even kijken of we de laatste 2 ook kunnen vinden. Oké, de volgende is of die ene red of yellow. Ik weet even niet meer. Dat volgende is een beetje lastig. Dus waar zullen ze kunnen zijn? Dus niet hier. Ook niet hier zeker. Ofwel. Ah, kijk, red is gevonden, mensen. Oh my god, we hebben red. Oké, wie is de volgende? Oké, dus niet hier. Maar hij kan ook buiten zijn, hè? Niet vergeten. Oh, jawel. Oké, dus we kunnen kijken of we op het dak kunnen of zo. Au, ik heb beter die kunnen doen. Maar waar kan hij wel zijn? Hier echt misschien. Alright. Hey, daar is Yellow. Oh my god, Yellow is hier dus. We hebben Yellow gevonden. Oké, mensen. We hebben ze allemaal gevonden. En dat betekent, ja, dat we de volgorde als goed als juist hebben. Oké, mensen. Laten we doorgaan met de volgende belletjes. En we hebben net GTA gespeeld. Oh my god. Oké. Laten we even kijken of we de volgende. Wat die eigenlijk tegen mij gaat zeggen. En wat ik dan moet doen. Daar ben ik dus eigenlijk wel heel benieuwd naar. En ja, ik denk dat het wel goed komt. Maar hey, we gaan het wel zien, mensen. Hey, en oh my god, mensen. Jullie zien het alweer gelijk. Red is me aan het bellen. Dus mensen, omdat Red me aan het bellen is, laat deze even gelijk opnemen. Dus doen we dat. Oké. Hallo, Red. Geen tijd voor praatjes, vriend. Luister goed. Geen tijd voor praatjes. Oké, zet Kermit. Kikker en Pietje Pukkepiller tegenover elkaar en doe dat nu. Oké, Pietje Pukkepiller en Kermit de Kikker tegenover elkaar zetten. Laten we dat gaan doen. Kijk eens aan. Hier is Pietje Pukkepiller en dit is Kermit de Kikker. En ik moet ze tegenover elkaar zetten. En wat dan? Oké, je bent aan het schrommen. Hoezo? Stop weg, Robert, dan, hè. Woef, 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 woef. Stop. Oh my god. Oké, misschien beter maar geen goed idee. Oh my god. Kermit begon een soort van te blaffen tegen hem of zo. En PJ begon te grommen. Geen goed idee dus. Goed, volgende. Oké, mensen. Volgende die kan bellen. Wie zal dat zijn? Wat denken jullie? Ik ben heel benieuwd wie we gaan bellen zometeen. Maar het zal niet veel goeds kunnen betekenen. Dat denk ik tenminste. Is een inschatting. Dus ja. Maar kijk eens wie me belt. Oh my god. Je meent het niet. Maar het is wel weer zo. Het is niemand minder dan Blue. Dus laten we Blue even gaan opnemen. Yo, Blue. Fucker strijder. Hey, Dally. Jij mag me gaan opzoeken. Dus doe dat maar niet meteen. Schiet maar op, oké. Dus moet ik jou buiten opzoeken? Weet het heel zeker? Ja, zoek me gewoon op. Want je kan me gewoon vinden, oké? Oké, Blue. Ik ga je buiten opzoeken. Laat dat doen. Mensen, laat dat Blue gaan opzoeken. Oké, mensen. We moeten dus op zoek naar Blue. En geen idee waarom. Maar het schijnt zo te zijn dat Blue dus ergens buiten is. Laten we even kijken waar Blue kan zijn. Oké, laat ik even de deur open. Want anders gaat een kat naar buiten. En dat mag niet. Dat is verboden. En volgens mij zie ik Blue ergens in de verte. Oh my god. Maar no way. Ik zie gewoon Blue hier. What the hell is je aan het doen? Bro. Blue, oh my god. Oké, een beetje gekke ervaring. Gelukkig heeft het vandaag nergens zin in, dus is de hoogste tijd om terug naar binnen te gaan. My god, wat is hier eng. Het is vreselijk koud buiten. Maar je weet wat ze zeggen, de volgende kan hem weer bellen en de volgende kan weer iets geks gaan bedenken. Je weet maar nooit wat ze eigenlijk bij mij willen bedenken. Maar hey, het kan alle kanten op gaan en dat laten we even eerlijk over zijn. En kijk eens mensen wie me belt. Het is niemand minder dan Paars. Dus laten we Paars even gaan opnemen. Laten we dat doen. Hey Paars, hoe gaat het met u? Ja, mij gaat goed. Hoe gaat het met jou dan, Dally?
Ja, maar mij gaat het goed hoor, waarom niet? Nou ja, luister goed, ik heb een leuke opdracht voor je. Je moet dus dadelijk in 10 seconden een paars bek pakken. Oké, dus je moet iets gaan paars pakken binnen 10 seconden, weet je het zeker? Ja, en de tijd gaat dus nu in. Oké, mijn tijd gaat nu in. Oké, wat is paars? Oké, ik zie dat deze paars is, dus ja, dit is 1. En ik heb zelf nog meer paars. Hey, purple, hier, binnen 10 seconden gelukt. Waarom krijg je een antwoord? Paars? Hallo? Hoe zoek ik nou weer geen antwoord? Ik bedoel, ik heb 2 paarse dingen gepakt. Missie gefaald. Je had op jij moeten pakken dat het volledig paars was. Niet paars met blauw of paars met een stok. Omdat ze niet volledig paars zijn? Oh my god. Ze moest iets pakken wat volledig paars was, wist ik het. Ja, dat zat dus in deze snoepje. Dus ik had deze eigenlijk moeten openmaken. En als ik deze open had gemaakt, dan zat er inderdaad een paars snoepje tussen. Maar goed, volgende keer beter. Oké, de volgende die kan bellen is misschien wel roze. Maar wat heeft roze nou weer te melden? Wat is nou zo zinvol wat ik nou weer roze moet doen? Ik heb geen idee, maar hey, we gaan het zien. Dus laten we even eerlijk zijn. Hé, hey, kijk eens inderdaad. Het is inderdaad Roos die me belt. Dat betekent maar één ding. Laten we Roos gaan opnemen. Let's go. Hey Roos. Hallo, de Lado. Hoe gaat het dan met u? Ik ben benieuwd. Ja, mij gaat alles goed. Hoe gaat het met jou? Ja, maar mij gaat het ook wel een soort van goed. Alleen er is iets aan de hand met mij. Heb jij ruzie met heel de Rainbow Friends? Serieus? Ja, dat heb ik helaas. Hoe weet je dat? En ja, wil ik iets voor me doen? Oké, wat is je vraag? Oké, kun je alsjeblieft die roze auto stelen die bij hen staat zonder ze doorhebben? Goed idee. Een auto stelen van de Rainbow Friends zonder ze doorhebben. Maar serieus, hebben ze een roze auto? Nou, daar ben ik heel benieuwd naar. Oké, mensen, we hebben gelijk de volgende opdracht gekregen. En dat is dus een auto stelen. Oké, een roze auto. En die hebben we dus van roze gekregen. Blijkbaar omdat ze de ruzie bij elkaar hadden. Oké, we hebben nu een fiets gepakt. Maar hoe ga ik sneller dan? Oké, dit gaat wel heel langzaam trouwens. Maar oké. Maar goed, ladies and gentlemen, we komen dus aan in het huis. En we hebben gelijk de roze auto staan. Maar zijn dus 2 mensen een peukje aan het doen. En dat is Yellow en Orange. Ze zijn samen aan het roken. Oké. Moet een heel onverwachte auto gaan steken. Laten we dat proberen, ja? Let's go. Oké, dit is de auto. Alright, we hebben de auto gestolen en moeten gelijk wegrijden hier, zodat ze niks doorhebben. Alsof ze denken dat het een eigen teamgenoten zijn die even met de auto weggaan. Maar, tot nu toe... Jawel, we hebben een roze autootje gestolen. En laten we deze auto in daglicht gaan bekijken zo. Let's go. Oké, dus dit is de auto als het donker is. En dit is de auto overdag. Kijk eens, wat een mooi ding. Maar even serieus, waarom rijden ze allemaal zo'n verwijfd auto? Even serieus, man. Het lijkt op een Fiat, dat sowieso nog is. Dat vind ik nog niet erg, maar hey, het ziet er een beetje gaar uit, toch? Snap je? Dus dat. Auw. Oké, in ieder geval hebben we de auto gestolen. Nee, echt waar. Er is ook nog een echte roze auto ook. Om heel eerlijk te zijn, een beetje gênant. Inderdaad, een mooie Poppy Playtime. Ze denken allemaal stoer te zijn. En ze rijden gewoon een roze Fiat, lijkt het wel. Even serieus. Maar goed, hey, we gaan kijken wie de volgende bellen is. En hey, het is Green. Mensen, laten Green opnemen. Alright. Hallo. Wat ben jij dom, zegt Telly. Zo, begin je nu al? Moet ik wegrennen van jou in Poppy Playtime? Ja, je moet inderdaad wegrennen van mij in Poppy Playtime. Oké, dat begint dus nu wel, dus laten we dat gaan doen. Oké, mensen, het is Poppy Playtime tijd. Ja, er staat GeForce in beeld, maar dat is weer een fout. Windows heeft altijd fouten, jongens. De weven waardeloos. Maar dat maakt niet uit. Hier hebben Green mensen. Dus ja, en wat gaat Green doen? Oké, Green is wel langzaam aan het rennen, maar... Dit is dus Green in Poppy Playtime. Oh my god, hij ziet er nog best wel goed uit ook voor een... Ja, hoe heet het nou? Voor een mod. Of wat dat ook moet zijn. Of misschien is wel de echte kid. Ik mag hem geen mod noemen, hè. Maar goed, hij blijft dus hangen. Oei. Let's go. I'm a Green. Daar gaat hij hoor. He's going. Alright, Green gaat erin. Green wordt meegesleurd. En. Kijk, daar gaat hij. Zijn benen. Ouch. Dit vindt Green niet zo leuk. Wow. En? Oké, wat gebeurt er nu? Oké, en Green blijft hangen. Nou, dat is duidelijk. Dus dit gebeurt er als je Green in de machine doet. Maar goed, de volgende kan zomaar alweer gaan bellen. En we gaan kijken wat er gebeurt. Damn, bro. We gaan het zien. Oh my god. En wie gaat het zijn? Wie gaat het zijn? Hey, kijk eens. Ik word weer gebeld. En het is niemand minder dan Orange. Laten we kijken wat Orange te melden heeft. Oké. Hallo, Orange. Hallo, Danny. Het is tijd voor Rainbow Friends. Speel mijn level. Nu. Oké, ga ik doen. Oké, dan moeten Rainbow Friends gaan spelen en overleven. Ik heb dat voor mij best wel vaak gedaan. Maar goed, maakt niet uit. We doen het nog een keer. En we spannen dus hier binnen. En we moeten dus eigenlijk van die fuses van verzamelen. En hopelijk gaan we niet gesnapt worden door een van deze monsters. Kijk, tenzij als ze hier nu al zijn, dan zijn we nu al de Sjaak. En ja, daar ga ik waarschijnlijk schrikken. Rustig. Oké, in ieder geval op 4. Maar ja. Oei. Ik weet niet wat voor geluid dat is. Maar in ieder geval, we gaan eens blijven lopen. En oké, hier moeten we dus oppassen. Anders worden we meegenomen door paars. En dat willen we liever niet hebben. Oké, in ieder geval. Orange. En... Yellow. Oké, yellow hebben we dus ook. Dus ja, we gaan even doorlopen. We gaan doorlopen naar dit. Yes. Oei. Snap. Ah, hij is echt dom. Hij is blind. Yes. Hebben we niet eens gezien. Blijven lopen, Giesel. Goed zo. Zo, hoppakee. Nou, de eerste 7 hebben we al gebracht. Maar goed, ook hier moeten we natuurlijk gaan kijken. En hier hebben we dus een fuse liggen. Oké, verder. En oké. Verstoppen. Klink als Orange die daar komt. Oei. Ja, we moeten hem voeden. Oké, mensen. Daar komt Orange dus aan. En laten we gewoon lekker verstopt blijven voor Orange. Oké, go. Oké, we gaan dus naar zijn plek toe. Oh, hij is terug. Mooi. Maar onthoud, Orange is tandoesnel. Dat weten we ook. Ah! Oh my god. Oké, rennen. Oké, dus daar is nog eentje. En die moeten we dus hebben. Alright, oké, verstop je nu. Ja, ik zeg nog 1 keer. 1 alleen spelen is 3 keer enger dan als je met z'n vrienden doet. En dan kunnen we even onze gang gaan, want dit is die fijn. Oké, ligt hier wat? Ah ja, hier.
Ah! Oh nee. Weg, 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 weg. Heel gauw wegwezen hier. Oh nee. Orange komt eraan. Oké, verstop je nu. Oké, go. Even deze terugbrengen, gauw. Oké, we hebben er eentje nodig. We moeten verslaan. We zijn in de buurt. Als we nou gepakt worden, dat zou heel zuur zijn. Ik hoor echt van alles, jongen. Oké, helaas. Laatst pakken, goed zo. Gauw terug naar theater. Ik weet dat daar iets achter die deur. Oké, we moeten wel hierin. Maar is het verstandig om hier langs te lopen? Zonder dat Green er is. Hallo. Oké, het laatste stukje. Zullen we gewoon proberen? Gewoon skitten, oké? Go, go, go. Nu gaan. Oké, 1. Gaan we het halen? Gaan we het halen? En? Yes! Oké, we hebben het gehaald. Mensen, door naar de challenge. Ik zou toch denken dat ik iedereen heb gehad met bellen, maar blijkbaar niet. Want mijn telefoon is nog steeds niet klaar. En het blijkbaar is nog niks helemaal klaar. Dus we moeten even kijken wie daar nou weer gaat bellen. Oh mijn god, even serieus. En wie gaat het zijn? Daar komen we. Nee. Dit meen je niet. Blue.exe. Oké, we gaan opnemen. Hallo, Blue. Hey, hallo, Daddy. Je moet 20 seconden wachten, nu. Oké, 20 seconden wachten. Hoezo moet ik nou weer 20 seconden gaan wachten? Even een... Nee. Volgens mij merk ik iets. En... Ah!